Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Tamara en vandaag heb ik voor jullie een boodschappenshopvlog. Ik heb deze week weer weekboodschappen gedaan bij zowel de Crisp als de Picnic. We beginnen eventjes bij de boodschappen van de Picnic. En dan beginnen we eventjes bij de koeling- en vriesproducten. Ik heb wokgarnalen, weer twee pizza's. De pizza vegetale en de pizza fungi. Ik heb veganistische mozzarella. Ik heb kippendijtjes. Halfvolle melk, gerookte Atlantische zalm, ik heb kokosyoghurt en halfvolle kwark. Dan heb ik de volgende lading, amandelmelk, gezeefde tomaten. Ik heb weer een aantal knijpfruitjes, appel, aardbei, appelbanaan en appelpeer. Rode uien, een pak suiker, wat geroosterde pijnboompitten, twee fijn volkoren broden. Ik heb nog pekannoten en een zakje met krentenbollen. En tenslotte heb ik nog een aantal vruchtendranken van gewoon tintelend met appel en bosvruchten, met appel en cranberry, met druif en citroen en met druif en mandarijn en vier grote flessen cola zero. En dan gaan we nu door naar de boodschappen van Crisp. En van Crisp hebben we dan chorizo om te bakken, bananen, peren, Granny Smith appelen, paprika's, twee preien. Ik heb voor de verandering een keertje een bananenbroodje mee besteld. Een klein geitenkaasje. Ik heb 2 keer 250 gram kastanje champignons besteld. Geen idee waarom dat ze in aparte verpakkingen zitten, maar helaas. Een bloemkool en weer scharreleieren. En dan de laatste producten. Ik heb 1,5 kilo... tomaatjes, ik heb zoete aardappelen, een knolselderij. Ik heb weer wat knoflook mee besteld. 2 courgetten, een komkommer, een suikermeloen of galiamaloen en aardappelen. Daarnaast kreeg ik dit keer ook een leuk cadeautje erbij. Ik kreeg als favorietje truffelchips. Ik ben heel erg benieuwd, gaan we uitproberen. En als verrassing zat er een hele mooie grote boodschappentas bij. Nou, dat waren alle boodschappen die ik heb besteld bij Crisp. Dan gaan we nu eventjes kijken wat wij deze week gaan eten. En dan zal ik jullie ook eventjes kort vertellen wat wij precies gaan eten deze week. We gaan een pompoenlasagne eten, want ik had nog een pompoen over. Dus die gaan we nog eventjes opmaken. We gaan een paleo zalmschotel maken. We gaan een paleo jambalaya maken. We eten zoete aardappelpasta. Dat is ook een paleo recept. We gaan kipgyros met tzatziki gaan we eten. Dat is ook een paleo recept. Dan gaan we ook een aubergine overschotel eten. En we gaan pizza eten. En dan zie ik dus ook op een of andere manier dat ik ben vergeten om aubergine te bestellen. Maar dat gaat helemaal goed komen. Zoals jullie zien, zoals jullie merken, heb ik een aantal paleo recepten op het menu staan. Ik wil dus eigenlijk gaan proberen om weer wat meer koolhydraatarm te gaan eten. En omdat ik lactose intolerant ben, is paleo dan een heel goed alternatief. En daarnaast wil ik een aantal dagen in de week gewoon vegan of vega eten. Dus ja, we wisselen het lekker af. Ik zal voor jullie de recepten ook eventjes in de beschrijving zetten, mochten jullie benieuwd zijn. Dan ga ik jullie ook eventjes vertellen wat het allemaal heeft gekost. De bestelling van Crisp kostte onderaan de streep €48,94. Want ik had nog €5 shoptegoed en de bezorgkosten zijn €2,95 op het moment dat je dus niet boven de €75 uitkomt. We hadden ook een klein stukje brownie gekregen, maar die was zodanig klein. Die hebben we gisteravond meteen opgegeten toen ik de boodschappen binnenkreeg. Dus daarom zat het nu niet bij de boodschappen. Maar die hadden we gekregen omdat de bezorger vorige week gewoon echt veel te laat was. Daarnaast de boodschappen van Picnic, die kosten onderaan de streep, even kijken, €53,35 en ik had nog statiegeld ingeleverd, dus dat kreeg ik nog terug.
Zo, dat waren al mijn boodschappen van Crisp & Picnic. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef hem dan ook een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie je mij weer in de volgende video. Doei!